mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag FIFA 20, ik had het beloofd, het duurde alleen wat langer. Vandaag doen we gewoon de Golden Upgrade. Ik doe even wat aan het voeren. Ja, we gaan opnieuw beginnen. Oké, we gaan beginnen met de doelman. Hij moet goud zijn. Ik laat zo meteen ook mijn team zien. Hoppakee. En dan gaan we naar de CWM, kan ook. Hebben jullie, als jullie eens FIFA spelen, pakken jullie ook zoveel Conobol Libertadores spelen, als ik het goed uitspreek? Volgens mij zien jullie niet zo goed, maar... Ik maak hem even zonder te filmen, maar ik zie wat is geworden. Wat ik dus ga inleveren. Allemaal untradable. Dit is dus quad, maar één Champions League krijg ik bij, boeit me niet zoveel. Allemaal hele zijde spelers, als ze maar gold zijn. Aan de indiene selectie. Krijg je een pack. Ja, hadden jullie dat niet mijn team gezien? Oké. Laten we de beker gaan openen. Het is helemaal niks, toch? Ja. Mascherano was een hele goede speler bij Barcelona, maar dan speelt hij toch al niet meer. En deze speelde China. Nou, gewoon naar de clubstore en dan zullen we gewoon nog een keertje doen. Ik laat eerst even mijn team zien. Ja, ik had dus die Rooney gekocht vandaag. En ik zal er even bij pakken. Zo, deze. Had ik vandaag gekocht. Echt, genomen is het een super goede kaart. Speel jij nou ook FIFA 20? Echt waar, haal deze kaart. Het is ongekend goed. Ik heb er op 10k voor kunnen bieden, terwijl die eigenlijk 20 of 30k is. Dus ik heb geluk gehad. Hier van mij heeft hij, kijk, voor mij heeft hij 3 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten, 1 assist en 2 geel. Ja, het risico Schilmers en 3 was een zwakke been. Schilmers moest je niks van aantrekken, hij heeft super goede skill moves. Ja, en dan hier zijn bases. Maar ja, je merkt er eigenlijk niet zoveel van. Ja, het is gewoon een super goede kaart. De Mbulu ook heel goed. Ik weet dat ik het expres verkeerd uitspreek. Cozola, ja, is goed, maar zijn betere kaarten. Udiga, ja, die challenge. Ik heb hem niet helemaal kunnen voltooien. De Jong, ja, echt super goede kaart. Had je ook Mondrian ook prima. Bartra ook wel. Ik vind hem beter, die Jimenez. Trippier, ja, een hele goede kaart. En dan Cillessen. Ja, dan
Carrasco nog. Maar Carrasco ga ik, denk ik, omdat ik nu 3 weken vrij heb wegens het coronavirus, denk ik dat ik deze wel ga krijgen. Ik ben naar Del Piero. Ik denk dat ik deze Carrasco wel ga krijgen in die 3 weken tijd. Want daar hebben we namelijk nog 39... Oh. Ja, opschieten nou. 39 dagen en 3 uur tijd. Ik denk dat het wel goed gaat komen. We gaan gewoon nog een keertje doen. Zo, als jullie denken van, hè? Waar staat er nou weer? Rooney niet wat het. Nee, kak, ik heb hem in de verkeerde haak gelegd. Wij gaan natuurlijk de Golden League doen. Ik heb nog niet genoeg voor Champions spelers, want ik heb hem nog niet geplaatst voor de Weekend League, want ik speel pas sinds januari. Ik ga weer een team maken. Zie jullie zo. Oh, mijn arm. Een team voor in te leveren. Spelen die ik... Nee, laat maar. Team dat ik ga inleveren, weer allemaal in tradable en dat is eentje tradable, junior 4 gekomen, ja. Hoppakee. We gaan hem weer openen, waarschijnlijk krijgen we weer niks uit, maar ik wou hem gewoon voor de video. Huh? Oké. We pakken niks. Ruben Alcaraz. Als ik het goed uitspreek. Ja, daar kan ik achter zitten. Dan Donjo Mulu. Sorry, maar ik ben een Ajaxiet. Dus. Oké, we gaan hem niet discarden, maar we gaan hem zeker inleveren. Oh, ik hoef hem echt niet. Maar, sorry voor alle PSV's die kijken. Ja. Ik wil jullie wel even het team of the week laten zien. Voor de mensen die het nog niet weten. Van deze week. Ik kan alle weken misschien doorgaan, maar ik denk niet dat jullie dat zien. Bert Leno, ja, 86, dat is het enige goeie. Ja, Wan-Bissaka is goed, zit naar een Kleber, denk ik niet. Barkley, ja, Parejo, echt slecht. Ramsey natuurlijk ook. Kjaerella ofzo, van Sampdoria, ja, die is echt slecht. Ja, Mane, Sam, Maximil is hier een heel goede avond. Ja, hij is prima waard, maar of die goed is, weet ik niet. Ik ken hem nog niet uit. Hè. Ja, de Vlappy. Hazard, Dolberg, oud eigenlijk ziet. Ja. Maar dat is dus het team of the week van deze week. Ik denk niet dat er nog heel veel goeie gaan komen deze komende weken. Want ja, er wordt niet meer veel gespeeld.
Nou, dan zeg ik dikke doei. Later.